Surinaamse vlag, het wapen en het volkslied zijn 60 jaar terug op 7 december 1959 goedgekeurd door de Staten van Suriname. Het Surinaams volkslied is geschreven en bewerkt door wijlen Henley de Siel, die als pseudoniem Trefosa had. 60 jaar Surinaams volkslied is gisteren herdacht door de Henry Frans de Siel Stichting. Er is een lezing gehouden in het Nationaal Archief van Suriname met als titel Trefosa en de geboorte van ons volkslied. De inleider bij deze lezing was politicoloog Hans Breeveld. Hij vertelde op nostalgische wijze over de periode voordat het volkslied geschreven was. De 50er jaren waren erg dynamische jaren. Het waren in Suriname, het waren jaren van het vooruitgangsgeloof. De tijd van waarin het statuut tot stand kwam in 1954. En dat betekende dat het was aanvaard en dat er een nieuwe rechtsorde kwam. Dat Suriname de interne aangelegenheden zelf zou gaan behartigen. Suriname niet alleen, maar ook de Antillen, Nederland, Curaçao, de Antillen. Die zouden hun interne aangelegenheden zelf behartigen. Verder weten wij dat er verdragsmiddelen waren. Na het welvaartsfonds kon Suriname putten. Uit fondsen vrijgemaakt in het kader van het 10-jarenplan. Bekend, denk ik zo. Maar heel duidelijk kwam het vooruitgangsgeloof tot uiting in een vaudeville die opgevoerd werd in het CCS in verband met 10 jaar bestaan van het CCS. Hoe meer de Kriolen en Hindustanen, toen de grootste bevolkingsgroepen in Suriname, met elkaar samenwerkten, hoe groter de roep werd naar een eigen volkslied, zei Breeveld. Ook jonge academici die in Nederland hadden gestudeerd en terugkwamen om Suriname op te bouwen, benadrukten dit verlangen. Dus zij zeiden in die eerste regeringsverklaring werd gezegd dat men van plan was een Surinaamse vlag, een Surinaams wapen en de Surinaamse hymne een wettelijke grondslag te geven. De Nederlandse vlag en wapen en volkslied zouden dan tot het verleden gaan behoren. Men ging voortvarend te werk. En binnen afzienbare tijd kwam er een vlag voor Suriname, 5 gekleurde sterren, op een wit wit achtergrond van Noni Lichtveld. Het wapen werd ontworpen door Lou Lichtveld, Albert Helman, weer die naam, Lou Lichtveld. En hij had een wapenspreuk van het officieuze wapen had hij overgenomen. Justitia pietas fides, wat staat voor gerechtigheid, liefde en trouw. Verder had hij ook de 2 Indianen als schildhouders behouden, maar hij zag dat hij het nieuwe in het wapen was een zeilschip, nu naar ons toe varend, niet wegvarend, een koningspalm en een ster en die stonden symbool voor het verleden, het heden en de toekomst. Politicoloog Hans Breeveld gisteren in het Nationaal Archief Suriname. Hij was de inleider van de lezing Trefosa en de geboorte van ons volkslied. Deze lezing is gehouden in verband met 60 jaar Surinaams volkslied.